7 tips om etherische oliën thuis te gebruiken. 7 tips om etherische oliën thuis te gebruiken. Op zoek naar manieren om etherische oliën in je huis te gaan gebruiken? Lees in dit artikel alle mogelijkheden waarop je van die heerlijke geur kunt genieten. 84 delen. Etherische oliën zijn natuurlijke, therapeutische producten met heerlijke geuren. Je kunt ze op meerdere manieren in het huis gebruiken. We zullen ze laten zien in dit artikel. De manieren waarop je deze oliën kunt gebruiken, zijn onder andere, het creëren van meer ontspannende, evenwichtige of aangename ruimtes. Het vergroten van je creativiteit of gelukkige gevoelens. Het reinigen en schoonmaken van kamers. In dit artikel geven we je tips om van al deze voordelen op een makkelijke manier te kunnen genieten. Sommigen zullen je verrassen. 1. Een geurverspreider. Het eenvoudigste en meest voorkomende gebruik van deze oliën is om ze in een elektrische geurverspreider in je huis te doen. Er zijn verschillende soorten en modellen met een breed scala aan prijzen. Er zijn er die werken door water te verwarmen en anderen creëren ultrasonentrillingen. Deze vibraties creëren een soort mist rondom het apparaat. Als je de kamerdeuren open laat staan, zijn deze diffusers gewoonlijk voldoende voor het hele huis. Je hebt maar 4 of 5 druppels van de olie nodig en een beetje water. Zet vervolgens de verspreider aan. Ze beschikken meestal over de mogelijkheid om ze automatisch aan en uit te zetten. Directe spray. Dit is een makkelijke en goedkope manier om etherische oliën direct in een kamer te verspreiden. Je gebruikt een spuitfles om de etherische oliën vermengd met een beetje water te verspreiden. Je hoeft alleen de fles te schudden en te spuiten waar en wanneer je de geur wilt verspreiden. Dit is een ideale manier om het te combineren met andere langdurige geuren. Op deze manier kun je de geur sterker maken wanneer je bezoek krijgt, of voor andere specifieke momenten. Rotan of bamboe diffuser stokjes. Een van de meest voorkomende geurverspreiders in huizen zijn rotan of bamboe stokjes. Ze verspreiden niet alleen de geur op een zachte en langzame manier, maar ze zijn ook een mooi, elegant en decoratief element. Het voordeel hier is dat je geen elektriciteit nodig hebt. En je kan de stokjes zelf vernieuwen als je ziet dat ze verzadigd zijn. Wij raden aan om synthetische aroma's die al bereid zijn, te vermijden. Je weet meestal niet wat de ingrediënten in deze oliën zijn. Kies etherische oliën die verdund zijn met olie, zoals amandelolie, bijvoorbeeld. Etherische oliën op je hoofdkussen. Heb je wel eens problemen om 's nachts in slaap te komen? Of word je meestal wakker midden in de nacht? Etherische oliën hebben therapeutische eigenschappen. Deze zijn zeer geschikt om bijvoorbeeld lichte aandoeningen zoals slapeloosheid te behandelen. In dit geval raden wij aan om etherische oliën zoals lavendel, sinaasappel, kamille of jasmijn te gebruiken. Je kunt een paar druppels olie aanbrengen op een doek net voordat je naar bed gaat. Leg dan de doek naast je kussen. Op deze manier adem je het aroma de hele nacht lang in. Deze makkelijke oplossing kan helpen om van andere minder natuurlijke oplossingen af te zien.
Het zal je slaap veel ontspannender maken. Aromatische gloeilampen. Deze truc voor het verspreiden van een aroma in een kamer is makkelijk, goedkoop en verrassend. Het bestaat uit het aanbrengen van een paar druppels etherische olie op een gloeilamp terwijl deze uitgeschakeld is. Op deze manier verspreidt het aroma zich als de lamp opwarmt als je het licht aandoet. Dit is een goede methode voor kleine kamers en specifieke momenten. Dit komt doordat het alleen in het directe omgeving werkt. Het is echter heel makkelijk om te doen, zelfs als je niet thuis bent. Schoonmaakmiddelen met een geur. Een andere manier om een geur in je huis te verspreiden, is door de olie in kleine hoeveelheden in je schoonmaakproducten aan te brengen. Dit zou vooral moeten worden gebruikt voor vloer- en allesreinigers. Je kunt etherische oliën gebruiken met reinigende en ontsmettende eigenschappen, zoals citroen, munt en lavendel. Op deze manier kun je het gevoel van een puur, fris huis vergroten. Je kunt ook allerlei bacteriën bestrijden. Wasverzachter. De laatste tip in dit artikel helpt je de geur de hele dag met te behouden, zelfs buiten het huis. De manier waarop je dit doet, is door een paar druppels etherische olie aan je wasverzachter toe te voegen voordat je deze gebruikt. Er zijn verschillende oliën die we hiervoor aanraden, zoals sinaasappel, grapefruit, mandarijn, roos, lavendel of jasmijn. Op deze manier ruiken al je kleren en stoffen voor een lange tijd geweldig.